PSV is er niet in geslaagd de koppositie te verdedigen. In eigen huis verloren de Eindhovenaren met 2-1 van Ajax. De titelkandidaten troffen elkaar in het Philipsstadion. Supporters waren daar niet welkom. De politie pakte voor de wedstrijd 38 relschoppers op. De opgepakte jongeren staken vuurwerk af en weigerden het gebied rond het stadion te verlaten. De politie was massaal aanwezig om mensen vanwege de coronamaatregelen daar weg te houden. Toch kwamen tientallen supporters voor de wedstrijd naar het PSV-stadion. Je wilt toch een soort van aanmoedigen. Het is belangrijk vandaag. Vandaar zijn we hier. Dan wil je gewoon die wedstrijd kunnen kijken. Ja, in het stadion. Maar ja, het is niet zo. Ja, nu moet ik buiten staan en dan ga ik zo meteen naar huis om binnen te kijken. Er mochten vanwege de coronamaatregelen geen supporters in het stadion zijn. Maar even voor de wedstrijd begon, besloot de politie dat er ook geen supporters rondom het stadion mochten komen. Terwijl er hier toen al toch zo'n tientallen fans stonden te wachten om hun spelers te verwelkomen. Na een kort ingrijpen van de politie en ME dropen ze teleurgesteld af. Op last van de burgemeester dient u deze straat te verlaten. We komen hier voor het voetbal, we komen hier voor onze club aan te moedigen. Maar zo, het wordt allemaal gewoon tegengehouden. De spelers van hun clubje zagen ze dus niet. Wel die van Ajax, maar die konden op weinig support rekenen.